Een hele goede middag. We gaan even vooruitblikken op de etappe die morgen ons gaat leiden naar Gap. Een etappe die op het eerste oog redelijk te doen zal zijn, maar waar toch wel wat venijnige klimmetjes in zullen zitten. En vooral de laatste klim die rondom Gap zal liggen, van 9 kilometer aan 5,5% omhoog, zal te veel zijn voor de sprinters. Dus ik ga ervan uit dat morgen er geen sprinter zal gaan winnen. Dus een Greipel of een Degenkolb of een van die andere mannen, Christophe, zullen waarschijnlijk niet als eerste aan de meet zijn. Wie er wel dat zullen zijn, zal waarschijnlijk een goede afdaler zijn. Want het laatste stuk is behoorlijk hard naar beneden. Eerst die klim en dan die afdaling richting Gap. En dat zal dan kunnen betekenen dat misschien een Sagan, die goed genoeg is om omhoog te kunnen rijden, en die vandaag ook al vooruit was, misschien voor die overwinning zal gaan. Maar wie ik zeker verwacht is een Kwiatkowski. De man die enorm goed naar beneden zou kunnen rijden. En die ook goed omhoog rijdt. Dus een Kwiatkowski, die ga ik zeker vanuit dat hij wat gaat proberen te pakken. Maar misschien gaat er ook wel een ontsnapping plaatsvinden. En daar zal een Kwiatkowski of een Sagan zeker bij proberen te zitten. Gaat er dan nog in het klassement wat gebeuren? Nou, we hebben een aantal goede dalers in het klassement. Zoals een Contador of een Nibali. Misschien dat hij wat gaan proberen terug te snoepen van de voorsprong die Froome op ze heeft. Froome staat niet bekend als de beste daler. Zal toch proberen de schade te beperken samen met zijn Skymannen. Maar dat zal pittig voor hem worden als een Nibali of een Contador echt het gas erop gaat zetten. We gaan het zien morgen. Ik zet mijn geld op Kwiatkowski. Benieuwd wie er morgen als eerste aan de finish is.